Zuid-Afrika. Schaalmodel voor de wereld. Zuid-Afrika wordt dikwijls die moord- en verkrachtingshoofdstad van die wereld genoemd. En dit lijkt dat het bezig is om toe te nemen. Een land van extreme corruptie, extreem geweld en extreem anti-blank racisme. En toe sien ek hierdie swart hand trek die deur oop. En toe is hy geskiet in my kombuis. Doodgeskiet. Een land waar het globalistische multiculturele project heeft gefaald. Een land waar je een doelwit bent op basis van je huidskleur. Baie keer is het R1000 of een paar honderd rand dat gesteel is. En dan vindt ons dat die slagoffers voor urenlang gemarteld is. Een land van extreme schoonheid waar mijn voorouders hun gewassen hebben geplant in een vruchtbare grond. Hun huizen bouwden en een nieuwe natie hebben opgericht. De Afrikaners. Een volk gecreëerd door Europa, maar gevormd door Afrika. Samen met Freek Jansen ging ik naar dit complexe land om te kijken welke lessen we kunnen leren van de Afrikaners. Dus denk je dat Zuid-Afrika in een veel verder stadium een soort voorland is voor waar het heen kan gaan met Europa? Zuid-Afrika is in zoveel opzichten die toekomst wat toch met Europa gaan gebeuren. We spraken met de Afrikaners die aan het begin van hun parallele samenleving staan. Met de mannen en vrouwen die zich hard maken voor het voortbestaan van hun volk in deze vijandige wereld. We vonden verhalen van hoop aan de voet van de afgrond. Van doorzettingsvermogen, ondanks alle tegenslagen, allemaal gevormd door één motto. Wij doen het zelf. Wauw, ons zal zelf. Ja. Simone Kersenboom, je bent naar Zuid-Afrika geweest. Je komt er natuurlijk ook vandaan, je bent er vaker geweest. Maar ja. Je bent ook specifiek gaan reizen en plekken gaan bezoeken voor deze documentaire. Klopt. Wat wil je daarmee zeggen? Wat betekent dat eigenlijk, ons zal zelf? Nou kijk, Zuid-Afrika is natuurlijk gewoon een failed state geworden na 1994. Je hebt gewoon extreme corruptie, criminaliteitscijfers zijn door het dak heen. Werkeloosheid is het hoogste ter wereld. En kinderen onder 10, 81% van kinderen onder 10 kunnen niet lezen of schrijven. Het was 81%? 81%. Dat is nog erger dan onder het Bantu education, onder apartheid. Dus het is gewoon gedaald. Het is echt bizar wat er in Zuid-Afrika gebeurt op het moment. En natuurlijk, de staat is enorm vijandig tegen de Afrikaners. En Afrikaners, voor de duidelijkheid, ja. Dat zijn dus blanke, ook wel boeren worden ze genoemd. Ja. En de boeren betekent niet dat ze altijd op een land aan boeren zijn, maar dat klopt. Is eigenlijk een volk. Het is een volk, het is eigenlijk gewoon een etnische groep. Ja. En dat zijn afstammelingen van de Nederlanders, van de Duitsers, van de Fransen, die in Zuid-Afrika gesetteld zijn. En die worden dus Afrikaners genoemd, maar eigenlijk zijn ze oorspronkelijk meer Europeanen. Dan. Ze zijn Europeanen, maar ja, die kwamen natuurlijk met de VOC naar Zuid-Afrika. Wow. En op een gegeven moment dachten ze, nou, wij hebben geen zin meer om met de VOC bij de VOC te werken. Wij willen graag hier blijven. En toen hebben het Nederlands parlement besloten om ze daar te laten wonen. Ze zijn vrijburgers geworden. Ook een heel mooi woord, vrijburgers. En vanuit daar hebben ze een taal ontwikkeld. En dat hebben ze Afrikaans genoemd. En ze noemen zichzelf de Afrikaners. Ja, het is een volk van en door Afrika. En wanneer hebben we het dan over? Dit is rond 1700. Ja, oké. Okay. Ja. Zo. En dat Afrikaans, dat spreek je geloof ik uit Afrikaans. Afrikaans. En dat spreek jij ook, hè? Ja, inderdaad. Ja, het is eigenlijk amper hetzelfde als Nederlands. Ja. Maar en wat er nu dus gebeurt, die Afrikaners die zien dat de staat niet meer voor hun werkt. Het faalt gewoon op alle fronten. En die Afrikaners hebben gewoon besloten, we gaan het zelf doen. En dat is ons zal zelf. Ons zal zelf. Gewoon mouwen opstropen, op een of andere manier je eigen samenleving, je eigen infrastructuur, je eigen structuren, instituties weer gaan opbouwen. Want iedereen heeft dat misschien helder voor ogen. Maar even de tijdlijn. Je hebt op een gegeven moment dit apartheid gehad. Ja. En dat kennen we allemaal van Nelson Mandela. En, klopt. Hij zat toen gevangen en op een gegeven moment is hij vrijgelaten. Ja, en dat was rond 1991. Ja, hij is in 91 zijn vrijgelaten. In 1992 zijn alle apartheidswetten overnacht geschrapt. En wat er toen gebeurde, en dat denk dat heel veel mensen dat niet helder voor ogen hebben, dat is dat de partij van hem, dat was het ANC. Klopt. Dat was eigenlijk een communistische partij, een marxistische partij, ja. Heel links.
Die werden ook gespoord vanuit de Sovjet-Unie trouwens. Hè? Ja? Die hebben toen de macht gekregen in Afrika. Zuid-Afrika hebben we het over. En wat ze toen hebben gedaan is een diep verdeeld land... waar heel veel etnisch ressentiment was. En je kunt vinden van wat je wil van het verleden... maar vanaf dat moment naar de toekomst... is het een eenheidsstaat geworden. Terwijl heel veel mensen zeiden... maak er nou bijvoorbeeld een federatie van. Zoals klopt. Voormalig Joegoslavië of iets anders. Dat gebeurt vaak natuurlijk als een land verscheurd wordt... door etnisch conflict. Dat je zegt, jullie krijgen dat deel. Jullie krijgen het grootste deel, misschien de grootste groep mensen. Ja. En dat is niet gebeurd. Nee, en, dat mocht. En daar is eigenlijk toen... is eigenlijk democratie niet meer gaan functioneren. Want het meerderheidsprincipe werkt natuurlijk niet... als er een numerieke meerderheid is... die ook een etnisch bewustzijn heeft... die een andere etnische groep ja eigenlijk niet tolereert. Waar of niet, maar die zien elkaar als onderdrukkers... of die zien elkaar als tegenstanders. En dat is eigenlijk wat zo schrijnend is... dat het Zuid-Afrika van nu meer rassenwetten heeft... Dat noemen we dan positieve discriminatie. Maar het betekent gewoon dat iemand met een blanke achtergrond... die wordt extreem gediscrimineerd. Die wordt extreem achtergesteld ten opzichte van mensen met een zwarte achtergrond. En daardoor is die hele samenleving gewoon... verrot geraakt. Het is gewoon economisch in elkaar gestort. Ja. Onveiligheid, die verkrachtingscijfers zijn de hoogste in de wereld of iets dergelijks. Ja. Ja, en jij komt daar vandaan. Jij bent daar voor een deel opgegroeid. Waarschijnlijk heb je nog een stuk gezien van het oude Zuid-Afrika. Wat heel snel verdween. Ja, en ook nog een beetje overgehouden. Want ik ben daar in 1996 naartoe gegaan. Dus was al na apartheid. Dus, ja, 1996, ja. Maar ja, die structuren, dat heeft even een tijd geduurd... wat alles in elkaar stortte. Hè? Want ze hebben hele robuuste structuren en infrastructuur geërfd... van de apartheidstaat. Ja. En dat heeft tijd nodig om af te breken. Maar het was echt jaar lang, een van de rijkste landen van de wereld. Zuid-Afrika had het hoogste standaard van leven ter wereld. Ongelooflijk. Het was de rand was drie, ja, het was drie tot de dollar of zo. Ja, dus het was $3 was één rand. Maar de Kaap-provincie was ook een provincie waar... meer blanken wonen dan zwarte, of niet? Nee, dat klopt niet. Maar de Kaap-provincie die heeft een enorme grote kleurlingbevolking. In Zuid-Afrika heb je dus... mensen worden bij ras geclassificeerd. En de kleurlingen zijn dan de afstammelingen van de VOC, van de Kaap-Maleie, slaven, van de Khoi, de lokale bevolking daar, die daar oorspronkelijk vandaan komt. En dat is dan zo'n mixgroep geworden. Dus kleurling is... Dus je hebt zwart, blank en daartussen zit kleurling. Daar zitten de kleurlingen tussen. Die zijn halfbloed. Of ja. Maar het is ook zelf een etnische groep geworden. Omdat het gewoon zo... Die bestaan ook al sinds de dagen van de VOC in Zuid-Afrika. Omdat blanken gewoon met de lokale bevolking trouwden. Toen der tijd. Het is natuurlijk een heel Nederlands... Nee, maar ik kan me namelijk herinneren dat in de tijd had je de Klerk. Ja. Dat was de oude president. En Mandela natuurlijk. En bij die verkiezingen... haalde de partij van de Klerk volgens mij het grootste winst in de Kaapprovincie. Die waren daar groter dan de ANC. Dus het was daar eigenlijk de leidende partij. Waarschijnlijk hebben de kleurlingen dan ook heel veel op de Klerk gestemd, als dat zo is. Ja, maar dat is het, ja. Maar dat maakt niks uit, want het wordt als één partijstaat... En dat is het probleem. Het is een centrale overheid. En daarom zie je nu ook in Zuid-Afrika de Kaapprovincie. Je ziet daar een secessiebeweging. Omdat de Kaapprovincie is onder beheer van de Democratic Alliance. En dat is de enige provincie in Afrika die niet onder beheer van het ANC staat. Maar... En dingen werken daar nog een beetje. Dat is dus Kaapstad. Ja, dat is dus Kaapstad. Ja, als dan de hoofdstad van de Kaapprovincie. Ik dacht, de kijkers dan misschien ook niet. Ja, nee, dat snap ik. Dus dat is Kaapstad en dan de provincie daaromheen. Daaromheen, ja. Maar daar hebben ze enorm veel last van ganggeweld. Maar omdat politie wordt aangestuurd vanuit de centrale overheid... Zegt de politie, zegt de centrale overheid in Zuid-Afrika... die zegt dan, wij gaan niet zoveel politie naar de Kaap sturen... Want het gaat daar te goed. En we willen dus niet dat de DA het heel goed op papier eruit ziet. Dus er wordt bewust tegengehouden dat de overheid gewoon goed kan functioneren... als het niet onder ANC beheer staat. Dus je hebt gewoon een machtspartij. Het zijn gewoon gangsters die in het bewind zijn in Zuid-Afrika. En niks werkt daar meer. En dus zijn mensen geforceerd om zelf dingen te gaan regelen. Ja, en het is natuurlijk gewoon enorm jammer als je ziet wat er daar gebeurt. Maar... Zuid-Afrika, ja, je had het natuurlijk ook over het federaliseren van Zuid-Afrika. Maar dat is al sinds 1910, als dat al niet meer mogelijk. De geschiedenis van Zuid-Afrika is de geschiedenis van het globalisme. Zuid-Afrika was echt het eerste grootste experiment al in 1910.
Toen na de Anglo-Boeroorlog, de Tweede Boerenoorlog heet dat in Nederlands. Toen hebben de Engelsen de boerstaten verslagen. Dus de Nederlanders in feite? Ja. De Engelsen hebben de Nederlanders verslagen? Ja, dat klopt. En toen Zuid-Afrika was gewoon echt een patchwork van boerrepublieken, Engelse kolonie en een paar Afrikaanse kingdoms. Mm-hmm. En in 1910 hebben mensen zoals daarvoor Cecil John Rhodes, de grootste Engelse imperialisten, en generaal Jan Smuts, was een boergeneraal, maar hij was een groot fan. Churchill ook waarschijnlijk. Die waren er allemaal bij betrokken. De Rothschilds waren daarbij betrokken en de grote... Ja, het grote bedrijfsleven toen, de journalisten, het was echt een secret society. En dit is ook gewoon kennis. Dit is geen complottheorie, dit is gewoon kennis. Die waren al bezig dat Zuid-Afrika één land zou moeten worden. Jan Smuts was een grote denker. Waarom wilden ze dat dan? Ja, het was gewoon het idee dat... Dat was dus een klein clubje en zij geloofden inherent in het feit... dat de hele wereld onder Britse heerschappij zou moeten komen... Want dat zou dan naar een utopie leiden. Dan was iedereen had gelijk. En met het holisme van Jan Smuts... dus dat uiteindelijk dat je naar een globale wereld zou moeten... met één overheid. En natuurlijk ook de founder van de League of Nations. Dus al die dingen die waren al in Zuid-Afrika in 1910 ingeplant. Dus Zuid-Afrika zou en moet één land zijn. Vanuit waar dan Afrika dan helemaal veroverd zou moeten worden. Een soort voorbeeldland, zeg maar. Ja, en uiteindelijk wilden ze ook Amerika terug in het Britse Koninkrijk... betrekken. Hmm. Ja, dus ze hadden al die ideeën daarvoor. Daar is enorm veel geld in gepompt om dat ideeën te bewerkstelligen. Dus Zuid-Afrika mocht en zou nooit een federale staat of gewoon een patchwork van landen mogen zijn. En natuurlijk in 1994 hebben de Afrikaners wel geprobeerd. Ze proberen te onderhandelen voor of een thuisstaat of een federatie. Maar dat is ook meteen van tafel geschoven. Het zou en moest één centrale overheid zijn. Want wat je nu zegt, hè, van dan doen we het zelf maar. Dat is toch niet mogelijk binnen een natiestaat? Ik bedoel, we kunnen ook in Nederland niet zeggen... van nou, Groesbeek en omgeving gaat het gewoon zelf doen. Dus zo werkt het toch niet? Nee, maar ja, gelukkig in Zuid-Afrika in de grondwet... staat wel het recht op zelfbeschikking. Dat hebben de Afrikaners wel in kunnen werken. Okay. En dus dat is een beetje een loophole in de wet geworden. En daardoor kunnen dorpjes zoals Oranje bestaan... En Oranje is een dorpje dat is in 1991 opgericht. Het was volgens mij van een waterbedrijf. Dat was die dat dorpje niet meer gebruikte. En het is gewoon opgekocht door een stichting. En die hebben gezegd, nou, hier mogen alleen maar Afrikaners wonen. Dus als je Afrikaans spreekt, je christelijk bent... en je de normen en waarden van en de geschiedenis van de Afrikaners in leven wil houden... mag je daar komen wonen. En nu zijn we een paar decades vooruit... En nu wonen daar bijna 2000 mensen. Ze zijn bijna onafhankelijk voor energie, onafhankelijk voor water. Ze regelen hun eigen veiligheid, hebben hun eigen ziektefonds. Ze doen echt alles zelf met hun eigen labor. Ze gebruiken geen werknemers van buiten. Alles wordt zelf gedaan. Dus ze bouwen steen voor steen hun eigen huizen. Ja, het is echt fantastisch om te zien hoe mensen, als de staat faalt en vijandig is, hoe mensen het echt zelf kunnen doen. Maar goed, dat is dus wel minuscuul. Als er 1000 mensen wonen, ja, dus die schoten wat zij hier, 2000. Ja, maar het groeit. Het wordt enorm populair omdat het ook enorm veilig is. En het leven in Zuid-Afrika wordt steeds meer onveilig voor mensen. Dus meer mensen vinden dit idee enorm interessant. En er zijn ook ongeveer 20 andere dorpjes gebaseerd op hetzelfde model. Maar Oranje is enorm succesvol omdat het afgelegen is. Dus het zit niet dicht bij grote steden. Dus mensen kunnen niet forensen dat ze daar in dat dorpje wonen en in Kaapstad werken. Ja, en daarom is Oranje zo succesvol, want iedereen woont en werkt daar en is 100% geïnvesteerd in het voortleven van dat dorpje. Het is wel heel mooi eigenlijk de lijn in dit gesprek zit ik me nu te realiseren, want jouw stelling is eigenlijk... Nee, maar het ontstaat. Ja, wat dacht jij erover? Nee, ik dacht ook inderdaad van dat... gewoon mooi ook inderdaad het zelforganiserend vermogen van die mensen. Ja. En dat inderdaad en het hele sneuien dat als de staat faalt... dat je dan dit moet doen, in ieder geval nog kan doen. En ik denk dat... ik denk ook dat antwoord op je vraag van net, zeg maar, misschien wel nodig is ook hier in Nederland om mensen bewust te worden van dat je het beter zelf kan doen. Is dat het misschien ook wel heel erg nog moet worden. Hoe harder mensen worden geraakt, op wat voor manier dan ook, dan door de staat gaat we zorgen dat mensen uiteindelijk het toch weer zelf gaan doen. Maar ik ken het hele verhaal niet. Ik ben helemaal erin.
Ons zal zelf. Ja, dat is dus zelf. De titel van de documentaire. Hij wordt volgende week ook bij Forum Outside op 8 oktober gepresenteerd. En dan gaat hij ook nog officieel in première een paar weken daarna in een bioscoop in Utrecht, als ik het wel heb. En je bent ook nog bezig om een Europese tournee te organiseren. Het komt in het Europese parlement. We zijn in Parijs bezig, in Rome. En natuurlijk in Cape Town, in Kaapstad. Dus het wordt, je gaat echt de boer op ermee. Ja, ik ben ongelooflijk trots op je dat je dit hebt afgekregen. Ons zal zelf dus. En deze trailer voor mensen nog ergens terug te kijken. Of echt alleen nu bij Forum Insight bij deze... Nee, voorlopig is het nog helemaal alleen, bij jullie in première. Oké.